Ja, het is goed nieuws, het is positief nieuws. Het is de derde review in een rij dat we positief mogen afronden, dat we goed mogen afronden. Het is natuurlijk een beter signaal naar de markt toe, dat in elk geval een stukje stabiliteit wordt ingezet. En dat in elk geval ook dat wordt ondersteund door inzet van de regering. Meneer Eckhorst, de koers neigt naar stabiliteit. We zien dat het al een hele tijd op 36, 37 is. Verder hebben we ook gezien dat de rating iets is bijgesteld. Heeft dat ook te maken met de visie van het IMF op de uitvoering van het programma? Zeker weten heeft dat te maken met de uitvoering van het programma. Zoals u weet is er een nieuw monetair beleidsinstrumentarium ingevoerd en dat in elk geval gericht is op het indammen van geldgroei, zodat er niet al te veel geld in omloop is, dat prijzen en de wisselkoers gaat aanjagen. Dat is heel consequent en heel strak uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat ook aan de fiscale kant, aan de overheidsfinanciële kant, de redelijke begrotingsdiscipline aan de dag wordt gelegd. En wat ook is gebeurd is dat we in de afgelopen periode heel gestadig schuldherstructurering hebben aangepakt. De meeste grote schulden zijn geherstructureerd. En daar heb ik het over de Oppenheimer-schuld. Ja. Dat was een commerciële lening, dus op de internationale kapitaalmarkt. Die herstructurering heeft plaatsgehad. En dat alles heeft een signaal gestuurd naar de ratings agencies, in dit geval Standard & Poor, om in elk geval de rating van Suriname op te waarderen van default, van selective default naar CCC+. Meneer Eckhorst, voor alle duidelijkheid. Het is prachtig, maar we horen ook vaak dat de regering zegt aan de eisen kunnen we niet tegemoetkomen van bonden en dergelijke, want er is geen geld. En aan de andere kant, als ze geld geeft en dan geld pompt in die samenleving, dan heeft dat een opwaartse druk op de inflatie en de wisselkoers. Ja, en daarom wordt ook toegejuicht door dezelfde IMF, uitvoerende raad, wordt daarom ook toegejuicht dat samen met de vakbeweging, samen met de bonden, een overeenstemming is bereikt over hoe koopkrachtversterking het komend jaar zou moeten plaatsvinden. En dat in elk geval heel budgetneutraal zou moeten plaatsvinden. In die zin dat het plaatsvindt binnen bestaande begrotingsenveloppen van tot zo'n tekort kunnen we gaan en niet meer dan dat, omdat dat nog opgevangen kan worden en gefinancierd kan worden. En tegelijkertijd wordt ook gekeken naar de sociale transfers, omdat daarop ook alle directeuren vrijwel hebben aangegeven dat er daar veel ruimte is voor verbetering, dat ook daar met door die transfers ook niet een opwaartse druk komt op de prijzen en op de koers. Dus het is niet zo dat elke geldschepping hoeft te zorgen voor druk op de koers of opwaartse druk op de prijzen. Als het budgetair neutraal, begrotingsneutraal wordt gefinancierd, daarmee wordt bedoeld dat en inkomsten binnen worden gehaald en met dezelfde inkomsten de uitgaven worden gefinancierd. Zo, en daar wil ik nu op komen. Goed dat u dat aanhaalt. Inkomsten genereren. Hoe ziet u dat? Want dat is nog niet zichtbaar. Er worden inkomsten gegenereerd. Ja, uit de belastingen waarschijnlijk. De belastingen, BTW. Maar ja. Er zijn ook voorstellen gedaan om via niet belastingontvangsten meer inkomsten binnen te brengen. Er is gesproken over verhogen van verschillende fees als het gaat om hout, houtproductie, houtexport.
Ja. Ook in de visserijsector wordt gekeken naar verhogen van bepaalde fees om meer inkomsten binnen te brengen. In de luchtvaartsector ook. Ja. Dus er zijn verschillende voorstellen. En een aantal zijn al in uitvoering waar gekeken wordt naar het binnenbrengen van meer inkomsten.